even get to cross. Go
Sascha Beer inmiddels van die tweede plaats, Kilianski daarbij, Laumen daarbij en ook Albrecht. Ja, op de natte baan houden, dat ziet niks weer, die gaat achterstevoren. Gaat iedereen eromheen zonder problemen? Nee, niet helemaal. Sascha Beer en ook Kilianski. Ja, de drie deelnemers die pech hadden, waren snel weg. Terwijl wij dus al meteen het hele blad pakten, als zijnde van nou, die zijn niet zomaar weg. Nou, maar ze zijn toch eerder weg. Zoals gezegd, namens de supportersclub voor het t-shirt een premie straks af te halen bij de kantine. Waar de prijzen verdeeld worden. Maar zover zijn we nog niet. We gaan eerst even de finale afronden van deze 2 liter 100 klasse. En natuurlijk de overige finales die nog op het programma staan. Niet gewijzigd te worden. Men is keurig op de plek blijven rijden. Op de geel. Op het moment dat geel erin kwam, zijn er geen inhaalacties meer geweest. Dus we kunnen in principe de wedstrijd na deze ronde vrij nemen. Albrecht die bepaalt het tempo en hij gaat zo meteen aangeven wanneer de start valt. Zonnetje. Oh. Dat zal hij zo meteen in de bocht gaan doen. Dat is natuurlijk voor hem het meest gunstig. Ja. Problemen voor Lauper zo te zien, die toch weer een zwaar lopende motor heeft, zo lijkt het. Albrecht, Mario Beer, Sascha Beer, Frank Nuring. Dat is op dit moment de volgende partij. Voorwinkel probeert dan bij Nuring binnen door te komen. Thank you.
aan. Weer een nieuwe volgorde. Maar Albrecht heeft het in de regen in elk geval van zo'n natte baan met deze auto. Sascha Beer die daar in het rond gaat na een contactje met Frank Neuring. Nu blijft de auto wel staan. Inmiddels weer weg is.